Kogels, hè, midden in het centrum van Delft, wat vindt u ervan? Ja, dat vind ik als burgemeester echt onaanvaardbaar. Delft is een veilige stad, dat zien we ook gelukkig in de cijfers. En dat wil ik heel graag zo houden. Mensen moeten hier gewoon veilig kunnen winkelen en veilig kunnen wonen en werken. En dat is de reden dat ik tezamen met de politie toen bepaald heb dat er gewoon echt een grootschalig onderzoek naar komt. Dat ik afgelopen week al de beide getroffen zaken hier in de Peperstraat voorlopig gesloten heb. En vanmiddag ook bevolen heb om de beide coffeeshop tot nader orde voor onbepaalde tijd te sluiten. Dat is één. In de afgelopen week ben ik ook in overleg geweest met de politie over het cameratoezicht. Allereerst hier in de Peperstraat, naar aanleiding van het incident. En hebben we besloten ook op hele korte termijn, dat betekent in de komende dagen, cameratoezicht hier te krijgen. Maar ik heb vanochtend aangegeven richting de politie dat ik dat ook wil in de Breestraat. En dat gaat ook gebeuren.